Een zonnige zaterdagmiddag 11 mei 2019 met een blauw-wit dak boven Sportpark het Meijerink en een venijnig windje uit het noordoosten. Welkom bij FC Zutphen voor de wedstrijd FC Zutphen tegen WVF uit Zwolle. FC Zutphen staat met 1 puntje boven de nacompetitiestreep en heeft dus dringend een overwinning nodig om wat afstand te nemen. WVF, dat voor een goede klassering gaat, is een degelijke tegenstander die de onervaren en jonge voetballers van FC Zutphen een lastige middag kan bezorgen. Het worden 3 lastige laatste wedstrijden voor FC Zutphen, want volgende week wacht uit de koploper Doskampen en die week erop thuis de middenmotor Biekwik 28 uit Zwolle. Taco Laurens en zijn staf kozen voor deze opstelling waarin Jelle Makkeré ontbreekt vanwege een knieblessure. Lars Huber speelt op zijn plaats. Niek Bakkeweert is er wel bij, maar begint op de bank. Dan de opstelling van trainer Marcel van der Stegen van WVF. Aanvoerder Martijn Ruys met nummer 12 is de topscorer van dit team dit seizoen in de tweede klasse H met 9 doelpunten. De opkomst van de teams werd begeleid door vlaggende jeugdspelers van FC Zutphen. De laatste thuiswedstrijden een sfeerverhogende activiteit. Een mooi onthaal voor de spelers om ze te steunen voor een goed resultaat vanmiddag. WVF hier in balbezit en ze laten de bal achter rustig rondgaan en kijken waar de mogelijkheden liggen. En dan een lange bal. Hidde van Kalkaar laat de bal gaan, raakt hem wel aan. En dat betekent een ingooi voor WVF. Hessel Berends met de ingooi. De bal wordt niet goed verwerkt door FC Zutphen. En de bal die komt bij Ruben Meijer. En Ruben Meijer maakt er 0-1 van in de 7e minuut. Dat is snel. Eigenlijk de eerste mogelijkheid in deze wedstrijd wordt benut door WVF. De bal die wordt doorgekopt, niet goed verwerkt. En Ruben Meijer kan uithalen. Tussen een melee van spelers door weet hij de bal tegen het net te krijgen. 0-1 dus voor WVF. Jort Bleumink. David de Sla. Jort Bleumink opnieuw. En een lange bal naar voren op Lars Huber. Rick Flitters met een schot, maar dat schot wordt geblokt. Nathan Geven met de bal naar buiten op Luc Meijer. Maar die wordt helemaal naar buiten gedreven. Even kijken wat de mogelijkheden zijn. Nathan Geven weer. En Nathan Geven met een schot. Na een 1-2'tje met Jesse de Vries. Maar de bal die gaat over het doel van keeper Mike de Wielen. Hidde Rusink. Jort Bleumink. Met een bal op Jesse de Vries. Maar de verdediger van WVF maakt er een corner van. En die corner wordt snel genomen. Nathan Geven. David de Sla. Luc Meijer en dan Lars Huber met de mogelijkheid. Maar tegen de keeper aan van WVF Mike de Wielen. En dan Luc Meijer. Met zijn linkerbeen, maar dat is niet zijn sterkste, waardoor die bal over de achterlijn gaat. Lars Huber, Luc Meijer schiet, maar hij raakt de bal totaal verkeerd. Een goede mogelijkheid dus voor Lars Huber, voor FC Zutphen, zo vlak voor rust. Brandoil Tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de Promotion Support Club van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. En dan de tweede helft. Hidde Rusink op Luc Meijer. Ken Bakkeweert. Zit zijn man goed. Rick Flutters met een uitstekend paasje op Jesse de Vries. Jesse de Vries zijn man voorbij. Jesse de Vries in de 16 meter. Voorzet en daar. Nathan Geven met de mogelijkheid. Maar raakt de bal verkeerd. Michiel van der Beek terug op David de Sla. Maar een te slap schotje. Waardoor deze mogelijkheid voor FC Zutphen voorbij is. En dan een aanval van WVF. Hessel Berends. Hessel Berends. En dan ja, een kleine lichte touché. Maar dat betekent een overtreding.
op Hessel Berends. En een scheidsrechter Funke geeft daarvoor een vrije trap. En de vrije trap wordt genomen door Martijn Ruys. Martijn Ruys met een schitterende vrije trap. Heel mooie vrije trap. En dat is dan 0-2 in de 54ste minuut. Nummer 12, Martijn Ruys, brengt de stand op 0-2. Hij raakt de bal helemaal niet verkeerd en onhoudbaar voor Owen Rietman. Dan WVF weer in de aanval. FC Zutphen onderbreekt, hier Nathan Greven, maar die speelt de bal verkeerd. WVF via de linkerkant zoekt hij de aanval op. Hessel Berends. Hessel Berends opnieuw. Kapt zijn man uit. Probeert een voorzet, maar die wordt geblokt. En dan uiteindelijk de voorzet. Wordt weggebokst door Owen Rietman. En dan de weggebokste bal wordt vakkundig in de touwen geschoten door Max Goudbeek. En dat allemaal in de 61ste minuut. 0-3 dus voor WVF. Voorzet. De bal die wordt weggebokst, maar niet voldoende. Opgevangen door Max Goudbeek. En die legt de bal eenvoudig achter Owen Rietman in het net. Ja. 0-3 dus voor WVF. Dan een vrije trap voor WVF. Hessel Berends met een lange bal naar voren. Bal die wordt weggekopt en daar een goede mogelijkheid voor Martijn Ruys. Maar hij schiet naast en over het doel van Owen Rietman. Dan FC Zutphen weer. David de Sla met een bal op Jesse de Vries. Jesse de Vries probeert de voorzet, maar wordt geblokt. Jesse de Vries opnieuw, herkansing. David de Sla. David de Sla schiet, maar keeper Mike de Wiel is op zijn post. En WVF kan uitverdedigen. Dan WVF weer. Hessel Berends. Maar de bal die wordt uitgeschoten. Om een blessurebehandeling mogelijk te maken. Want Ken Bakkeweert is geblesseerd geraakt. En ligt dan op de grond. Vanwege de ernst van de blessure moet hij het veld verlaten. En dan een ingooi voor WVF. En de bedoeling is dat de bal teruggespeeld wordt op FC Zutphen. Maar dat gebeurt niet. WVF gaat voor de voortgang van de wedstrijd. En dan Dani van der Stegen. Die maakt er een 0-4 van in de 85ste minuut. En bij FC Zutphen begrijpt niemand er wat van. Vandaar ook de ingetogen viering van het doelpunt 0-4. Er is wat misverstand, er is wat verwarring. Maar toch een goed doelpunt van Dani van der Stegen. Goed opgevangen en over Owen Rietman getild in het net. Maar de discussie blijft van wie had nou de bal terug moeten spelen. En dat is natuurlijk heel erg zuur voor FC Zutphen dat al met 0-3 achter staat en op deze manier op de 0-4 komt. Maar goed, discussie met de scheidsrechter heeft geen zin, want die kan er niks aan doen. Die kan het niet terugdraaien. Dan WVF weer in de aanval. Via de linkerkant. Een speler die helemaal vrijgelaten is. Voorzet. En daar een doelpunt. De 0-5 door Bas Koenen in de 89ste minuut. En nu gaat het wel heel erg makkelijk voor WVF. Ja, FC Zutphen heeft natuurlijk niet zoveel zin meer om zijn best te doen. Na wat er gebeurd is. Bas Koenen, eenvoudig, 0-5. Bal achter Owen Rietman, helemaal uitgespeeld. En ja, dat is natuurlijk triest en zuur voor FC Zutphen. Dan een ingooi voor FC Zutphen. Maar FC Zutphen raakt de bal weer snel kwijt. WVF weer in balbezit.
Komt er een voorzet. En dan een schot op doel van Bas Koenen. Maar die bal die gaat voorlangs het doel van Owen Rietman. En zo vlak voor tijd toch nog een mogelijkheid voor WVF. Veel pit zit er niet meer in bij de jongens van FC Zutphen. Hier nog een aanval van FC Zutphen. Martijn Ruijs ruimt op. Maar scheidsrechter Funke fluit voor het einde van de wedstrijd. En zo verliest FC Zutphen met 0-5 van WVF. En komt de derde klasse nu wel heel erg dichtbij.